Op 1 mei 2016 was de laatste keer dat Sporting Martínez kampioen werd. Toen onder leiding van Ron Gerlof werd er op het veld van Zwift aan het Olympiaplein met 4-1 gewonnen. En dus promoveerde Sporting Martínez van de vierde klasse naar de derde klas. Nu zijn we 6 jaar verder en kan Sporting Martínez weer kampioen worden. En wat moet het doen? Winnen van Zwift aanstaande zondag om 2 uur op Sportpark Overburg. We blikken nog 1 keer terug op die wedstrijd van 6 jaar geleden. En hopen dat het zondag weer zo'n feest wordt. Een goed begin van de ploeg uit Amstelveen. Dat na 2 jaar dus weer terugkeren in de derde klasse. Wismeijer op Nipius. Daar is Nakashima op het randje van buitenspel. En na 12 minuten is het al raak. 1-0 voor Sporting Martínez. Verhoogd neemt over via Nakashima bij Wismeijer. En Nakashima is dan snel. Snijdt goed naar binnen. En daar is de 2-0. Van de velden voor de 2e keer geklopt. Wismeijer met de actie vanaf de rechterkant. En Kornwal zorgt voor de 0-3. Een half uur gespeeld. Invaller Suzanne. Net te scherp voor Delleman. Maar Van de Velde trapt niet goed uit. En dan maakt Suzanne er op knappe wijze 0-4 van. Want het kampioenschap is natuurlijk al lang binnen. Die eretreffer komt er alsnog. Vincent Johnson kopt de 1-4 binnen. En dan kan het aftellen beginnen. Martínez is kampioen in de zondag 4e klasse F. En is dus weer terug in de 3e klasse na 2 jaar afwezigheid. Niet meer dan verdiend. Vorige week hebben we het al, eigenlijk hebben we het al gedaan. En vandaag maakt het gewoon ongelooflijk knap af. Jongens, ik ben, en ik spreek namens het hele bestuur en namens al die mensen die langs de kans hebben, ongelooflijk trots op jullie. En ik ben blij dat er weer echt de Martínez-elftal staat. Die kampioen is geworden, dus...